Hey, weet je? Ja, ook. Wat vond je het leukst vandaag? Duiken. Ja, je laat jezelf voor zeggen. Vond je dat echt het leukst? Ja. Hey, en straks Zumba. Heb je er zin in? Ik weet niet, misschien. Nou, ik ga het wel filmen, dus ik ben heel benieuwd hoe dat eruit ziet. Ja. Nou, succes en tot straks. Ja. Hey, Ker, jij wist een goed raadsel, geloof ik. Wat een moeilijk raadsel. Hoe haal je een olifant uit het zwembad? Geen idee. Nat. Hoe haal je twee olifanten uit het zwembad? Eén voor één. Ik sta hier met Donna. En Donna is ook op het sportweekend. Donna, kun je iets vertellen over het sportweekend? En hoe vaak je er al bent geweest bijvoorbeeld? Dit is mijn tweede keer. Vorig jaar ben ik ook mee geweest. En wat is zo leuk aan dat sportweekend? Nou, je kent ook weer kinderen die ook zoals jou zijn bijvoorbeeld. En ja, dat is... hoe ben jij dan? Ik heb spina bifida. Wat is dat? Dat is een open ruggetje dat ik niet echt zelf kan plassen. Dat moet met een katheter. Aha, plassen met een rietje is eigenlijk. Hey, waar kijk je naar uit? Naar morgen. En wat is er morgen allemaal te doen, weet je dat? Ja, ongeveer. We gaan niet ergens naartoe. Maar we gaan allemaal activiteiten doen, volgens mij. Rolstoel, basketbal en dat soort dingetjes. Wat vond je het leukst van vandaag? Vandaag vond ik het leukste het zeilen. Terug naar de studio. Hey broer, zo was het net met Zumba. Hoe ik het Zumba vond? Interessant. Laat ik het daarom houden. Volgens mij deed je hartstikke fanatiek mee. Ja. Ja, dat hoort toch zo. Ik sta hier met... Cilia Dellaert. Jij bent hier op het sportweekend. En wat heb je eigenlijk allemaal geleerd? Of wat leer je hier eigenlijk? Kun je dat vertellen? Je grenzen verleggen aan gewoon leuke sporten te doen met anderen. Met ook een beperking. Die ook een beperking hebben. Maar je grenzen verleggen, wat bedoel je daar dan precies mee? Nou, ook dingen die je eigenlijk niet durft of niet kan vanwege... Meestal die je niet kan vanwege je beperking, die kan je hier dan wel doen. Hebben die grenzen verleggen ook iets met zelfstandigheid te maken? Ja, want dat leer je hier ook meer, om zelfstandig. Kun je daar iets meer over vertellen? Kun je daar iets meer over uitleggen? Ze helpen je wel, maar ze leren ook gewoon dat je zelfstandig gewoon moet zijn. Want op straat helpt ook niemand, iedereen. Dus als je straks naar huis gaat morgen, dan kun je gewoon op kamers? Nou ja, misschien een beetje vroeg, maar je leert wel meer, ja. Je kan wel, ja. Even. Waar kijk je naar uit morgen? Naar de rolstoel, basketbal en rolstoel tennis. Ja, volgens mij is dat heel populair, want daar heb ik al heel veel gehoord. Nou, dat gaan we zeker morgen bekijken. En nog veel plezier vandaag. Dankjewel. Oh ja, nee, ik vergeet eigenlijk iets. Je hebt net gezoombaat, hè? Ja, klopt. Hoe was dat? Heel leuk. Lekker energie. Voor herhaling vatbaar? Ja, zeker. Goedenavond. Hey, ze zijn nu bezig met Zumba. Maar volgens mij hebben jullie vandaag nog meer andere dingen gedaan. Ja, gedoken, zeild. Een kanoën. Wat vond je het leukst? Ik zeilen. En morgen ga je ook van alles doen. Waar kijk je naar uit? Ik rolstoelvaardigheid. Vind je het leuk het weekend? Ja. Wat vind je het leukst? Wat vind ik het leukst? Oh. Zumba nu. Oké. Dus je gaat zo meteen ook meedoen. Tof, dan gaan we kijken. Hey, succes ermee. Dank je. Tot straks. Tot straks. Doei. Hey Annette. Hoi. Ik zag je net bij het rolstoelvaardigheden. Hoe was dat? Leuk, moeilijk. Wat heb je allemaal geleerd? Van stoepjes af te rijden. Kijk, en wat heb je eraan eigenlijk om van stoepjes af te rijden?
Nou, dus later, als je makkelijk, als je later zelf op stoep wil gaan rijden, dan kan je dat ook zelf. Dan hoef je niet aan iemand te vragen. Kun je gewoon boodschappen doen, zeg maar. Toch? Ja. Vorig jaar was er iets misgegaan, geloof ik, toch? Ja, niet per se met de roze waardigheid, maar wel buiten de roze waardigheid. Ja, en wat gebeurde er precies? Ik was gevallen. En na deze rolstoelvaardigheid, denk je dat dat nog een keer zou gebeuren? Of heb je zoiets van nou? Het kan zijn, maar ja, je weet maar nooit. Maar je hebt nu in ieder geval weer meer vaardigheden om niet te vallen dan, toch? Ja. Oké, mooi. Wat ga je zo meteen doen? Boogschieten. Boogschieten. Nou ja, dat zijn ze hier achter aan het doen. En wat verder nog vandaag? Basketbal en hockeyen. En waar kijk je naar uit? Basketbal. Ah, dus gaan we straks even bekijken ook nog. Nou, tot straks. Tot straks. En Mark, ja. Zit wat op je stoel? Wat zit er op mijn stoel dan? Ja, daaronder zit er iets. Ja, dat was gisteren een pittige wedstrijd. Ja, inderdaad. Ja. Beetje gladiator idee, hè?